Bij het wassen van synthetische kleding komen microvezels vrij. Dat zijn kleine stukjes plastic die via het waswater uiteindelijk ook in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Wij willen graag weten welke factoren invloed hebben op de uitstoot van microvezels, zodat mensen een hele kleine aanpassing zouden kunnen doen om te zorgen dat er gewoon veel minder microplastic in het milieu terechtkomt. Ik heb hier een doos die onze citizen scientists, onze burgerwetenschappers ook krijgen. Daarin zitten alle benodigdheden voor het hele onderzoek. Er zit dan kledingroller in, een waszak, een weegschaal. Daarmee wegen de mensen hun kleding. Zodat wij weten hoeveel vezels er vrijkomen per gewicht aan kleding. Deze is 80% polyester en 20% acryl. Dat is eigenlijk gewoon helemaal plastic. Correct, 100% plastic. Dit is een helemaal nieuwe waszak, niet eerder gebruikt. Dus er zitten als het goed is nog geen vezels in van vorige wassen. Nu kan hij in de wasmachine. De was is klaar. Het is een speciale waszak die ervoor zorgt dat microvezels niet uit de waszak komen, niet in het waswater komen. Dus daarom moet de binnenkant van de zak gerold worden. Ik plak hem op een transparant vel, zodat we er een foto van kunnen maken en die kunnen analyseren. Dan kunnen we automatisch alle microvezels tellen, zodat we kunnen zien hoeveel er vrijgekomen zijn bij deze was. We doen de deur dicht en dan is het klaar.